En dan tegenwoordig, ja, dan is de wiet heel sterk. Ja, dat weet ik. Dan moet je gewoon wat minder roken. Precies. En dan heb je hetzelfde verhaal als whisky. Ja, als je whisky drinkt, nou, dan drink je een heel klein botteltje. En als je bier drinkt, drink je een liter. Precies. Ja, we zijn al aan het draaien. Kijk eens, het heeft even mogen duren, maar we zijn weer online in de lucht en van alles en nog wat. Dus ik grijp dit moment meteen weer even aan om iedereen welkom te heten en te bedanken voor het kijken en luisteren naar een nieuwe episode van de THC-podcast met Uncle Koes. En vandaag vanuit een niet zo heel zonnig Scheveningen, maar desalniettemin gezellig, met Karel Schelfhout, een legende in de game. Misschien wel bekend van Super Sativa Seed Club. Misschien nog niet zo bekend. Maar dan gaan we daar in de komende uur, anderhalf, wat verandering in proberen te brengen. Karel, bedankt dat we hier bij jou vandaag mogen langskomen. Graag gedaan. Welkom. Het heeft even wat voet in de aarde gehad. Om meteen even een kweekreferentie te maken. Maar we zijn er. We zijn hier op een bijzondere plek. Je woont hier al 35 jaar. Ja. Ongeveer net zo lang geleden begon je ook, denk ik, met Super Sativa Seed Club, zo'n beetje, als ik goed terugreken. Ja, zo ongeveer. Maar het is 8 uur 's morgens, mensen. En deze meneer die rookt de eerste joint. Dus we moeten nog hij is om 5 uur 's morgens uit zijn bed gekomen. Precies op tijd hier zo. Dat mag even gezegd worden. Ja, niet alles. Maar de echte blower die begint vroeg, dat weten jullie. Hè? Precies, ja. Nou, leuk dat je het even zegt, inderdaad. Het is een hele vroege wake-and-bake sessie vandaag. Maar we gaan het gewoon doen. En Uncle Koes is tegenwoordig wel wat gewend qua tijden. Ja, superleuk dat we hier deze ochtend mogen zijn. Want ik heb je veel te vragen. Ik ben erg benieuwd naar je reis, naar waar we nu gekomen zijn. Ja, waar je nu gekomen bent. We hebben een tijdje geleden ook al met een van je zoons een hele leuke podcast opgenomen. Goede vriend van mij, Kees. Oké. Ja, want dit is, lieve mensen, de vader van Kees, onze extractor, onze grote vriend. Uit de tweede episode, zeg ik dat goed? Tweede episode van de eerste seizoen van de HiCloud podcast. Maar vandaag gaat het niet over Kees. Vandaag gaat het over jou, Karel. Ja. En ik zou heel graag willen weten, hoe ben jij in aanraking gekomen met cannabis ooit? Hoe is dat ooit begonnen? Nou, dat is even voor alle duidelijkheid. Ik ben inmiddels 65. Toen ik 14 jaar was, toen had je Armand, de protestzanger. En die zong over hashish roken. En daar luisterden wij naar. En hij zong daar in bedekte termen over. Maar wij wisten wel precies wat hij bedoelde. En toen dachten we, nou, als wij 15 zijn, dan gaan we ook blowen. Dat had ik samen met mijn vriend bedacht. Goed, gewoon op basis van de muziek had je zoiets. Ja, wij dachten van, nee, hier willen we bij horen. Dit gaan we doen. Dit gaat het worden. En toen ik rookte het helemaal verder niet. En ik dacht, ik ga dat toch eerst eens keer met een sigaretje proberen. Want ik moet toch weten hoe dat gaat dan. Ja. Dat was trouwens ook gelijk eigenlijk de laatste sigaret die ik rookte. Oh, echt waar? Want sindsdien heb ik nooit geen tabak meer gerookt. Maar wel wiet. Dus toen we 15 waren, toen had je dus... Ik kom uit Zeeuws-Vlaanderen, het klooster Zanden. Ik ben eigenlijk een halve Belg, zeg maar. De kenner hoort het wel een beetje, denk ik, het accent. Ja. Dus bij ons op het dorp had je echt wel van alles, hoor. Dus we hadden ook een dealer met hashjes en dat was onze vriend. Dus daar kochten we dan hash van. En toen ging ik het een paar keer roken en ik merkte er eigenlijk niks van. En ik dacht, nou, oké. En toen had ik dus een pijpje gekocht en daar ging ik dan hashjes uit roken. En toen werd ik toch een keertje verschrikkelijk stoned. Dat ik dacht van, nou, als het dit is, dan hoeft het voor mij eigenlijk niet meer. Dus ik was echt heel erg... Maar dat is een ervaring. Ja, dat was echt heel heftig onderaan. Het kwam zodanig heftig aan dat ik overdag maar in bed ging liggen, terwijl mijn ouders thuis zaten. En ik had mijn hash weggegooid. Ik dacht, nou, dit ga ik echt nooit meer doen. Maar de andere dag dacht ik, nou, waar heb ik het eigenlijk gegooid? Waar heb ik het gelaten? Dus ik ging het toch maar weer opzoeken. Dus ja, je kan er dus wel verslaafd naar raken. Yeah. En sindsdien heb ik eigenlijk altijd gebloot. Maar wel met mate. Want ik ben wel iemand die graag dingen doet in zijn leven. Dus de laatste... Nou, ik rook dus 50 jaar wiet, hè, inmiddels. Dat is een lange tijd. En je ziet het gaat best wel. Ja? Het gaat nog steeds best wel. Ik wou net zeggen, voor iemand van 65, ik zou het je ook niet geven. Ik zie er meer uit als 64. Mooie kanttekening, geen tabak.
Nee. Dat scheelt wel echt een heleboel. Want je ziet het ook aan je huid. Je hebt geen doorrookt gezicht of zo. Oh, weet nou, je wel? Dank je wel. Nee, maar dat valt wel op. Ja. Ik vind het ook wel bijzonder dat je dus zoals zoveel mensen in Nederland ooit in aanraking bent gekomen met cannabis, met tabak. Zoals zoveel mensen. Ja. Maar dan toch dat niet fijn vinden en het gewoon puur gaan doen. Dat vind ik maar leuk. Ik heb het natuurlijk de eerste jaren wel gedaan. Maar dan loop ik een beetje de tijdlijn vooruit, denk ik. Tot op een gegeven moment, Sam de Skunkman, die heeft mij gezegd, dat kan echt niet hoor, tabak roken in je wiet. Want dat doen wij in Amerika niet. En dat is echt gewoon te vergelijken met een ijsklontje in de champagne. Of dure whisky met cola. Ja, dat is gewoon zonde, zeg maar. Daar noem je me een naam, want even fast forward. Jonge Karel, die was op zich wel lekker aan het blowen. Ja. Ik verhuisde op een gegeven moment naar Den Haag toen ik 18 was. En toen ging ik naar school. Maar school. Skunkman kom je niet tegen. Nee, die kom je niet eens. Nee, ja, niet als je 15 bent. Nee, dat klopt. Dus in Den Haag ging ik naar de sociale academie, heette dat toen. Dat bestaat volgens mij niet eens meer. Als je echt tegen de maatschappij was, dan ging je naar de sociale academie. Dus ik ging dan naar de sociale academie. De rebellenschool. De rebellenschool was dat, ja. En toen, dat was natuurlijk een hele mooie tijd, want in die tijd kon je een huis kraken, dan hoefde je niks te betalen, dan hoefde je ook geen stroom af te rekenen. Je kon een uitkering krijgen en je kon erbij werken. Dus je kon eigenlijk 3 inkomsten tegelijk had je. Okay, dan. Dus dat ging eigenlijk gelijk goed in Den Haag. En het werken wat ik dan deed was dan in een koffieshop. Dat was de tweede koffieshop in Den Haag. Dat heette Theetuin Transvaal. Dat was in de Krakersbuurt. En op een gegeven moment, toen op een dag kwam er iemand binnen. En die zei, ik ben naar Amerika geweest. En ik heb gezien dat ze daar wiet kweken onder lampen. En ik dacht, nou, dat is eigenlijk wel iets voor ons, want we hebben een kraakpand en we hebben gratis stroom, hadden we natuurlijk dan. En dus ik zei tegen die jongen, zo'n lamp wil ik ook wel. Dus we zaten dicht bij het Westland en die jongen die zei, nou dan moet je daar en daar, kan je wel zo'n lamp kopen. Bij Poot heette dat toen. En ik met mijn maat, waar ik mee in het kraakpand woonde, dat was een technische jongen. Die wist wel hoe dat allemaal moest. Dus toen begonnen we eigenlijk wiet te kweken. En dat ging natuurlijk de eerste keer helemaal niet goed. Nee? Nee, want we hadden natuurlijk het boek gekocht van Ed Rosenthal. Ja. En we kochten elke maand de High Times. Bij de American Bookstore had je hier in Den Haag. Daar kochten we dat aan. En dat boek, Ed Rosenthal, die schreef ook in zijn boek van toen hij begon. De eerste keer dat hij ging kweken, toen had hij zijn hele huiskamer, had hij 30 centimeter potgrond ingegooid. Een soort tuin in zijn huis. Ik dacht, nou ja, zo gaan we het nou ook maar niet doen. Wij deden het dan gewoon in potten. In potten. Maar we hadden wel, de fout die we maakten was, we hadden een heel klein ventilatortje. En we hadden de hele huiskamer bekleed met aluminiumfolie. Want dat reflecteerde lekker, super, dachten wij. Maar dan was natuurlijk al snel dat het water droop van het plafond af. Omdat het vocht moet je kwijt. Vocht en dat kon nergens heen. Nee, dat moest met een klein ventilator, dat ging dat niet. Maar toen hadden we, omdat ik natuurlijk al, wat ik net vertelde, we hadden best wel al een beetje geld gespaard. En toen dachten we, gaan het nou wat groter aanpakken. We kopen een klein bedrijfspandje. Want wij dachten, nou laten we het niet huren, want er komt de eigenaar op bezoek. Dat wilden we allemaal niet. En in die tijd kon je dus, weet nog goed, voor 23.000 gulden. Dus ik had de helft en mijn maat had de helft. Hadden we een klein bedrijfspandje gekocht. En daar gingen we dan wiet in kweken. En dan, dus ik heb het nou dus wel over 1982, dus best al heel lang geleden. Toen gingen we dus kweken en die jongen die zei, mijn vriend Robert heette die, die zei van, nou weet je wat wij nodig hebben? We hebben een watergekoelde airco nodig. Want anders wordt het veel te warm. En we kunnen niet naar buiten ventileren. Dus wij hadden een watergekoelde airco aangeschaft. En we hadden ook een CO2-meter aangeschaft. En, serieus? Ja, dus we hadden het echt waanzinnig goed aangepakt. Maar je maat was natuurlijk technisch. Dus ja, maar die was niet eens echt zo heel technisch. Die was gewoon heel slim. Die zat op het ateneum. Maar dat was zo bij de hand.
Die zegt van nou, als we zeg maar dit gaan doen, moeten we wel een beetje van elektriciteit afweten. Dus die was binnen de kortste keer, wist hij alles van elektriciteit. En, kijk, dus zo dat, pak je die dingen aan, jongens. Ja, zo moet je dat doen. Ja, tegenwoordig is dat anders. Dat mag nou allemaal niet meer. Nee, maar, en het is ook gelukkig allemaal verjaard. Dus ja, kunnen we het er makkelijk over hebben. Nee, daarom vroeger was dat allemaal heel anders. Maar toen was het wel zo. Dan, op een gegeven moment had mijn maat dan toch een foutje gemaakt. En toen kregen we brand. Brand, ja? Brand in ons pand. Holy fuck. En dat was nou, maar een klein eigen pand ook? Ja, het was ons eigen pand, maar het was maar een klein brandje. Maar er woonden mensen boven. En het was de politie en de brandweer kwam erbij. Oh, fuck. En toen stond er dus in de krant een artikeltje van... Huiskamer met hennepplanten. Gevonden door de politie naar aanleiding van een brand. Nou, ik denk dat ik gerust kan zeggen dat dat wel het eerste pand was in Nederland... Wat op die manier in het nieuws kwam. Zo. En dus nou ja, dan, toen dachten we, nou, dat is dan toch wel niet echt heel leuk. Nee. Wat wel heel leuk was, is dat we zeg maar van het begin af aan onze wiet voor 5 gulden per gram verkocht aan de koffieshop. En dat was heel duur toen. Ik wou net zeggen, want dat zijn was toen echt tekens die om 5 euro. Ja, dan kan je wel ongeveer vergelijken met 5 euro of nog meer eigenlijk. Maar dan was het wel echt gewoon al goede kwaliteit. Ja, we hadden wel goede kwaliteit. En dat kwam omdat diezelfde jongen die al een keer naar Amerika was geweest, Dikke Peter was dat. En die, Waarom zijn het altijd zulke mensen? Waarom is het altijd iemand die Dikke Peter heet of Lange Jaap? Ja, dat weet ik niet. Dat wordt een boevennaam altijd. Maar een hele leuke, lieve jongen. Dus die was naar Amerika gegaan en die dacht, ja, wij hebben zaad nodig, want dat hebben we niet. En het enigste zaad... Ik dacht al genetica gewoon mee. Ja, nou ja, kijk, het enigste zaad wat er toen was, was zaadjes uit een zakje in Congo of Jamaica. Of nou, de wiet die in koffieshop... vroeger was de wiet natuurlijk 50% stokjes, 50% zaad. En dan nog een beetje wiet erbij. Een paar baantjes erbij. Dus, maar dat waren allemaal sativa's, dus die waren moeilijk. Mm-hmm. Dus die jongen die dacht, nou naar Amerika, dan moet ik naar de High Times. Want dat was uiteindelijk... Het epicentrum van alles wat een beetje innovatief was aan cannabis. Ja. Daar kon je alles lezen. En in die tijd hadden ze dan de centerfold met de mooie wiettoppen. En zelfs ook met cocaïne. Dat werd afgewisseld. Dat was zeg maar de ene week of de ene maand cannabis. En de andere maand centerfold met cocaïne. Dat zou je ook niet meer voor kunnen stellen. Andere tijden hoor. Dat waren andere tijden. En dan achterin hadden ze dan altijd bladzijden vol met allerlei pillen. Ja, was die nou ook al lang verboden zou zijn. Ja. Quaaludes en dat soort shit allemaal. Ik weet het allemaal niet. Dat had ons totaal onze belangstelling niet. Maar de wiet in ieder geval wel. Dus die was naar de High Times gegaan. En die had gezegd, ja, maar wij doen helemaal niet in zaad. En hoezo, we weten van niks. Want die waren natuurlijk bang. Maar ja, die jongen die dacht, ik ben daar nou naartoe gegaan. Naar Amerika. Dus dat moet natuurlijk wel met zaad terugkomen. Die bleef daar maar naartoe gaan. Een week lang elke dag. Nou, de zevende dag zei ze, nou weet je wat, Fred. Dan moet je maar naar die en die gaan en die geef je dan wel wat zaad. En dat was dan de best wel beroemde of beroemd geworden Williams Wonder. Dat was dat zaad dan. Dus wij hadden eigenlijk echt goed zaad, gewoon van begin af aan. En ook gewoon echt waar wel, nee, ik geef even nog niet. Waar ook wel toppen aankwamen. Maar toen we dan ons brandje hadden gekregen, toen dachten we gaan wel verder hiermee, maar we willen het op een andere manier aanpakken. En toen hadden we dus in die High Times stond er een kleine advertentie van de Seed Bank het Ooi. Dus toen dachten wij, en er stond er in die advertentie, moeten een dollar opsturen en dan sturen we een catalogus. Dus wij stuurden een dollar op naar Ooi. Dus dat... Dat was dan de beroemde Neville, zijn seedbank. Oké. Okay. En die schreef ons een brief, want het ging allemaal per brief. Mm-hmm. Van, nou, jullie zijn de eerste in Nederland die reageren. Leuk man, dan moet je kids bij mij op bezoek komen in Ooi, bij Nijmegen. Dus ik ging daar naartoe. En hij zei, ja, dat gaat allemaal echt helemaal geweldig. Hij zei, en ik heb veel klanten en het is helemaal te gek. Hij zei, het enigste probleem wat ik heb, is dat ik te weinig zaad heb. Dus wil jij geen zaadjes voor mij kweken? En toen heb ik dat gedaan. En toen hadden we al snel nog een beetje oneenigheid. En liep allemaal iets anders dan dat afgesproken was. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga ook zo'n zadenfirma beginnen. En toen zijn wij dus begonnen, samen met Robert. Dat was dan de Super Sativa Seed Club. Oh, dus je bent
ooit gevraagd door Neville, van Neville's Hayes, om zaden te gaan maken voor hem. Ja. En dat is hoe jullie zijn begonnen ooit en gedacht hebben van, fuck die bloemen, we gaan zaden maken. We gaan gewoon in de zaad. En toen dachten we dat we daar meer mee zouden kunnen verdienen dan met wiet kweken. Wauw. En ik heb altijd wel, dat is niet om op te scheppen of zo, maar Dat is wel mijn specialiteit. Een beetje in de toekomst kijken wat er gaat gebeuren, zeg maar. Dat heb ik heel mijn leven wel echt. Ja. Die gave, die heb ik gelukkig. Ja. Dus dat ging dan, in het begin ging dat natuurlijk allemaal best wel moeizaam. Want ja, ons businessmodel bestond eruit van mensen uit Amerika sturen een dollar naar Nederland. Oké, dat gaat dan nog wel. Maar dan sturen wij een catalogus naar Amerika, ook geen probleem. Maar dan moeten die mensen dus geld naar ons sturen. En dat ging dan nu, de prijzen waren eigenlijk hetzelfde. Nu $50 voor 10 zaadjes of zo. Dus dat was best wel een soort van risico voor die mensen. Om naar een vreemd land. Ja. Voor een Amerikaan is Nederland natuurlijk. Ze weten niet eens wat ligt. Nee, maar net zeggen. Geld opsturen. $100, $200. En dan maar afwachten of dat überhaupt een zaadje gestuurd wordt. Weken voordat het geld hier aankomt. Het weer weken voordat die zaden eraan. Dat ging allemaal best wel langzaam, ja. En dus toen, omdat wij natuurlijk ook elke maand een advertentie hadden in de High Times. Dus op een gegeven moment de High Times dachten, nou, we gaan naar Nederland en we gaan een interview doen met die mensen, met de Super Sativa Seed Club. Dat hadden ze al met Neville al een keertje gedaan. Toen deden ze dat met ons en toen kregen we een hele cover story in de High Times, centerfold en alles erbij. Echt 8 pagina's, want wij profileerden ons dan als de high-tech growers uit Nederland. Want wij kweekten ook op steenbol, want dat hadden we gezien in het Westland. We dachten, nou, Die tuiners, als die zeg maar duizenden of miljoenen euro's of guldens toen ook al investeren in een kas met steenbol, dan moet dat wel werken, anders doen ze dat niet. Ja. Dus wij dachten, nou, dat gaan we dan ook doen. Dus wij kweekten al op steenbol. Wat grappig. Ja. En toen kwamen jullie in de High Times terecht. Dus wij waren dan de High Times, de high-tech growers, want wij kweekten op steenwol en we hadden een EC-meter en een pH-meter en een CO2-meter. Dus dat stond er helemaal van te kijken. Die Amerikanen die dachten zo, die jongens, die weten wat die zijn niet achterlijk. Ja, ja, ja. En die vonden het eigenlijk ook eigenlijk niks dat wij op steenwol kweekten, want in Amerika was alles wel organic. Dat vonden ze eigenlijk niks. Maar als ze dan onze wiet rookten, dan zeiden ze, ja, nou, dit is toch wel oké. Dat is toch wel oké. En toen kwamen ze dus ons interviewen. En die cover story. En toen was het dus eigenlijk een soort van, alsof de High Times een stempel. Deze jongens zijn oké, naar hun kan je geld opsturen. Dat komt gewoon goed. Nou, en toen ging het natuurlijk lopen. Stormlopen. Toen ging het inderdaad echt stormlopen. Ja, toen kwam het eigenlijk letterlijk tassen vol met geld. In de postbus 1942 in Amsterdam. En dat hebben we toen een jaartje of twee, drie, of nou, drie, vier denk ik gedaan. En toen begon het op een gegeven moment echt uit de hand te lopen in de zin van, we kregen post uit de hele wereld. Dus niet meer alleen, eigenlijk was onze bedoeling alleen uit Amerika. Maar toen kwamen we uit Japan en uit Canada en overal. En toen in die tijd kon je dus ook gewoon al dat geld inwisselen bij de bank. En dan, ze kenden ons op een gegeven moment daar wel. Ja, jij komt aan met Jens. De gekste dingen. Dan een klein leuk verhaal. Ze was nou wel, we hadden op een gegeven moment ook 4 briefjes gekregen van $1,000. En dus wij naar die bank toe en die man zei, wacht even. En toen ging hij naar achter, toen kwam hij met een groot boek aan. Kijk, en daar stonden dus alle biljetten van de hele wereld in. En dan keek hij bij Canada en zei, oh ja, 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 nee, deze bestaat wel. Ja, nee, deze nemen we. Dus dat was dan echt een soort van, dus toen dachten wij op een gegeven moment, weten we wat we doen? We stoppen ermee. Want dat was natuurlijk best wel een risico dat we dan aan die postbus moesten. En dat daar natuurlijk, wij dachten, nou, vroeg of laat staat daar gewoon de DEA of de CIA of wat dan ook. Ik zei, daar kan je gewoon op wachten.
En toen zijn wij ermee gestopt. Gewoon gestopt. Je moet altijd op het hoogtepunt stoppen. Ja, alles, hè? Hoeveel zaden had je, hebben jullie toen ongeveer, denk je, als je dat nu zou moeten schatten? Hoeveel zaden? Ja, echt heel veel. Dat was echt gewoon, nou, ik zal die getallen in geld maar niet noemen, maar echt heel veel. Een boel nullen. Ja, ja, en dan, toen zijn we ermee gestopt. En Neville die was inmiddels een keertje naar Australië gegaan en die was dus iets minder slim geweest. Die was gepakt in Australië. Oeh. Stonden ze op hem te wachten. Waar wij dus niet mee wilden maken. Waarom waren gestopt. En die heeft dan wel een hele tijd in de gevangenis gezeten in Australië. En dat was best wel eigenlijk heel slecht afgelopen met hem. Ja. En dat was dan de Operation Green Merchant. Heette dat. En dat ging dus echt gewoon om ons te stoppen. Want wij hadden wij deden dat eigenlijk ook uit politieke overweging. Ja, you overgrowing the government. Jullie zorgden dat iedereen zijn eigen wietje ging kweken. Precies. En ons idee was dus echt van hoe meer mensen die zaden van ons hebben. En hoe meer plaatsen dat in de koelkast ligt. Hoe minder kans is dat het is dat dat nog ooit gestoppen dit. En dat was natuurlijk wel grappig dat wij als betrekkelijke snotneuzen vanuit Nederland dat eventjes gingen organiseren dan in Amerika. En dat was echt zo succesvol. In die tijd had je de Vietnam-veteranen. Nou, die kwamen met een groot trauma terug uit Vietnam en die wilden alleen maar één ding, dat is blowen en wiet kweken. Ja. En dus die hadden dan... Kijk, vroeger was het natuurlijk zo, dan als jij... In je eigen dorp kon je dan zaadjes ruilen met mensen, maar je kon natuurlijk niet als je in Texas woonde in aanraking komen met mensen uit Alaska of zo. Nee. Het internet bestond er nog niet. Het internet was er niet, dus je zat niet op een forum met grower Exotico 345 te kijken, hey, wat voor stekken kan jij me even opsturen? Nee, dat was echt nog niet zo. Dus die mensen in Amerika die waren ontzettend blij met ons, onze service. En ook met Neville. Ja, Neville die was iets opener dan wij. Die was natuurlijk helemaal beroemd. En dus dat was echt... dat was gewoon een geweldig succes. En we kregen dan ook hele stapels met brieven altijd. En dan, we hadden het wel echt goed georganiseerd. Want we hadden veel mensen die brieven schrijven, die wilden graag bij ons werken. Dat leek hun wel cool. Wat was er in die tijd, voordat jullie stopten, wat was de best verkopende soort die jullie hadden? Toch de Williams Wonder. Maar later de Skunk nummer 1. Want toen op een gegeven moment kwam Sam de Skunkman. Die kwam in Nederland wonen. Die was vertrokken uit Amerika. En dat was natuurlijk, de naam zegt het al. Hij had de Skunk nummer 1 ontwikkeld. Dus hij had, zoals wij ooit een brief schreven naar Neville. Zo schreef hij onze brief van ik kom in Nederland wonen. En ik wil jullie graag een keertje ontmoeten. Dus wij hebben afgesproken met hem op de Dam in Amsterdam. Kwam er eentje op de afgesproken tijd met heel lang haar. Een grote zonnebril. Wij dachten, dat moet hem zijn. Dat moet Sam zijn. En dat was hem inderdaad. En hij had dus de Skunk nummer 1. Dat was dus echt de eerste soort in de wereld die echt... gewoon echt gebreed was, zeg maar. Waar die echt gewoon 4-5 generaties inbreed gedaan had. En er waren dus maar 2 fino's in die soort. En dat was toen echt helemaal uniek. Nog steeds volgens mij. Want je kon trouwens een soort best wel standaard product gewoon. Ja, precies. En dat was gewoon. Er waren dus 2 fino's. Eentje met ronde toppen en eentje met spitse toppen. En voor de rest waren ze allemaal precies hetzelfde, die planten. Ze roken hetzelfde, ze smaakten hetzelfde. Dat was echt zijn werk. En hij bracht echt variatie in de Nederlandse keuken. Ja, en toen was het dus gewoon zo. Toen hadden we dus ineens planten met hele dikke toppen. En toen is zeg maar, vanaf dat moment ging het wel echt los in Nederland. En toen werden er ook kassen vol met wiet. En allemaal Skunk nummer 1 altijd geplant. En toen is zeg maar vanaf dat moment bijna alles wat er maar aan zaadjes gemaakt is, is altijd wel ergens Skunk nummer 1 zit erin. Ja. En dat kan je tegenwoordig nog steeds zien. Als je in die, weet je ook weer, Leafly, dacht ik. Ja, Leafly staat heel veel op. Als je dan kijkt, dan kan je dat helemaal al die lijnen uitpluizen. En dan zie je altijd uiteindelijk weer Skunk nummer 1. Ja. Durban Poison, dat komt er altijd allemaal weer in voor. Ja. Durban Poison, dat was trouwens ook een van onze bestsellers. Zuid-Afrikaanse leg race. Ja, want toen had je zeg maar in Amsterdam een coffeeshop, die heette Durban. En die verkocht alleen maar wiet uit Zuid-Afrika. Ah.
Maar die bestaat nou niet meer. Maar dat was wel een heel interessante wiet. En dan hadden we dus ook zaadjes wel uit hun wiet gehaald. En, zijn jullie daar mee aan de gang gegaan? Ja, dan hadden we Durban Poison. De Dutch Passion is de Durban Poison nog wel een van de betere soorten. Ja, dat had ik met Mahmoud ook al over inderdaad. In het vorige seizoen. Dus, nou ja, zo ging dat allemaal. En, maar jullie zijn een tijd gestopt geweest. Ja, toen zijn we dus gestopt geweest. Wat in die tussentijd? Nou ja, toen woonden we ook al in Scheveningen. En toen hadden we... Ja, ik hou van drukte en van gezelligheid. En Scheveningen is natuurlijk een soort... of je haat het of je houdt ervan. Nou ja, ik hou er dan van. En toen hadden we een paar winkels. Hadden aan de boulevard. We wonen aan de boulevard. Dus we hadden een winkel. Dus hadden we een zonnebrillenwinkel gekocht. En dat was heel leuk. En dat was natuurlijk 5-6 maanden heel hard werken, dag en nacht. Maar daarna ook weer 5 maanden niks doen. Dus dat beviel me dan wel. En toen hadden we op een gegeven moment 3 winkels. En toen was ik eigenlijk middenstander geworden. Ja, middenstander, dat weten jullie niet wat het is. Maar dat is eigenlijk een heel vies woord. Voor een kraker. Voor een rebel. Voor een rebel. Ja. Want een middenstander, bij een soort winkelier. Ja. Die heel zuinig zijn centje stelt. En dag mevrouw, dank u wel mevrouw. Nu gaat het met u mevrouw de hele dag. Ja, gaat u nog op vakantie? En, hoe was de vakantie? Hoe is met de honden? Hoe is met de caravan? Ja. Dus ik was een middenstander geworden. En, dat voelde niet fijn? Nee. En toen hadden we ook kinderen gekregen natuurlijk. En toen dacht ik van nou, de wietbusiness is wel leuk. Maar toch een beetje te listig voor mijn kinderen erbij. Maar ja, die kinderen die werden dan ook weer groter. En die zeiden van... Je moet het nog eens keertje opnieuw beginnen. De Super Sativa Seed Club. Want dat is leuk. Want je blode nog wel in die tijd? Ja, ik heb altijd wel gebloot. Maar echt, ik bloot dus gewoon elke avond 1 pure joint. Ja, precies. En als ik dan echt helemaal niks te doen heb bijvoorbeeld. Kan het wel eens gebeuren, 2. Ja. Maar niet de hele dag of zo, nee. Nee, en dat is pure wiet roken. Dat is ook iets wat ik eigenlijk iedereen zou aanraden. Want dan word je high, dan word je niet stoned en dan word je niet lui en dan word je niet slaperig en dan word je actief en fit. Ja. En dat is wat ik wil. Mooi puur sativa jointje en dan kan je gewoon rustig naar de gym gaan in de plaats van dat je op de bank in slaap valt met een halve zak lees achter de kiezer. Maar het is eigenlijk nog niet eens nodig om een sativa te roken, hoewel dat wel mijn favoriet is. Want zelfs met indica, dan blijf je wakker. Ja. Het geheim is echt zonder tabak. Ja. De tabak maakt je slaperig, het maakt je Ja, ik had laatst verslaafd. Ook weer... We hebben een Discord. Als je er nog niet in zit, check even een link in de beschrijving. En dat is dan een soort chatgroep. En daar had ik gisteren nog iemand die vroeg... ja, jongens, hoe kan het nou dat ik zo'n drukkend gevoel achter mijn ogen krijg als ik heb gebloot? Ik zeg... Iedereen ging hem vragen stellen. Ja, wat rook je dan? Ja, maar ik heb het met alles. Met sativa, met indica. En... Ik zei, de vraag is, rook je tabak? Ja. Ja, dat wel. Maar ook als ik dan puur heb gerookt. Ik zeg, maar heb je dan daarvoor of daarna ook tabak gerookt? Ja. Nou, ja, daar ga je dus al. Dat klopt. Dan krijg je dus een bloedvatvernauwend effect. Ja. En daar word je heel loom van. En dan krijg je slechte doorbloeding in je hoofd. En in je overal waar haarvaten zitten. Hele dunne vaatjes. Dat gaat minder fijn voelen. Je handen worden koud. En, en je hoofd wordt gewoon niet fijn. Niet helder. Dus inderdaad. Tabak. Niet meer doen, jongens. Nee. Schrappen. En maar het valt niet mee om er vanaf te blijven. Als je als je er eenmaal aan gewend bent. Maar je kinderen, die spoorden je eigenlijk aan om... Ja, want die waren natuurlijk... De appel valt niet ver van de boom, hè? Het zat in de genen. Dat hebben ze me later natuurlijk ook wel eens verteld. Ik had natuurlijk altijd... Of de old school heet, dat moet ik ook nog even over vertellen. Ja, dat is een van de soorten die je hebt weten te behouden eigenlijk. Ja, van de Super Club tijd. Die bestaat nog steeds, ja. Die is inmiddels 35 jaar oud, die plant. En dus die had ik altijd wel, in huis ook. Dus die jongens, die hadden, als ik er dan niet was, dan wisten ze wel waar dat lag. En dan hebben ze later verteld, dat ze dat stiekem... Af en toe een toppie. Ja. Dus zo zijn ze er wel in mijn aanraking gekomen. Maar Kees, ouwe boef. Het is, er zijn slechtere dingen. Ik sta er gewoon achter. Ik vind gewoon wiet... Kijk, er zijn natuurlijk van de 100 zijn er natuurlijk 5 mensen die in de problemen komen. Maar het zijn mensen die komen natuurlijk ook in problemen met alcohol. Precies, maar het is gemiddelde, altijd te wijten aan de wiet. De gemiddelde man en vrouw kan het best handelen. Ja, toch. Wiet roken.
En dan tegenwoordig, ja, dan is de wiet heel sterk. Ja, dat weet ik. Dan moet je gewoon wat minder roken. Precies. En dan heb je hetzelfde verhaal als whisky. Ja, als je whisky drinkt, dan drink je een heel klein botteltje. En als je bier drinkt, drink je liters. Precies. En dan, voor hetzelfde effect, of nog niet eens hetzelfde effect. Kijk, voor lichte wiet gebruik je deze mega grinder van Super Sativa Seed Club. Ja. Voor een beetje wiet gebruik je gewoon een kleine grinder. Ja. Of gebruik je de THC Crush Grinder, die je op de website kan kopen. Check even de link in de beschrijving. Ja, over grinders gesproken, dat doe ik eigenlijk nog maar 2 jaar. Ja, je vertelde het net, hè? Want daarvoor was het old school. Ik plaagde Kees altijd. Ik zeg, grinders is voor homo's. Maar sorry, homo's, want ik vergeet van jullie. Maar 2 jaar geleden ook. Maar dit is gewoon, dat was meer een soort Haagse... Nou ja, grapje. Dat kan natuurlijk tegenwoordig niet meer. Maar dan vertelde jij me nou net dat Crush... Wat is Crush? Crush. Grindr. Ja, Grindr is dus een app voor ontmoetingen binnen hetzelfde geslacht, zeg maar. Dus het is een dating app voor homoseksuele mensen. Maar dat wist ik dus eigenlijk niet. Dus maar het is, Grindr is voor homo's. Maar dat was klopt. Maar je had het niet over deze Grindr. Nee, maar het is ook helemaal niet voor homo's, want dat klinkt zo slecht. Maar binnen de huiskamer kan je wel een keer zo'n grapje maken. En, maar je gebruikt dus sinds 2 jaar, want het mocht niet meer. Nee, het mocht niet meer. Het mocht echt niet meer van Kees, want die kon niet meer die jointjes met een bokje. en valse luchtzuigen, dat kan al helemaal niet. Ineens zit er een brokje in en dan gaat Kees heeft er een hele studie van gemaakt. Ik doe nog steeds een vloeitje. Kees kan een lekker jointje draaien. Kees kan echt hele lekkere jointjes draaien. Soms heb ik wel eens hele goede wiet en dan geef ik zo'n zelfgebouwde joint. Ja. Oké, en dan zegt hij, sorry, dit vind ik echt zonde van de wiet zoals jij dat doet. Dat gaat echt nergens over. Hij is ook wel een specifieke daarin, dat vind ik mooi. Maar hij draait ze ook echt zelf, die Weapons of Mass Combustion. En hij heeft er een kunst van gemaakt. En het is echt heel belangrijk om dan de juiste consistentie in je grind te hebben voor een goede verbranding. Ja, en voor mensen die puur roken moeilijk vinden, als je wiet wat minder goed gedroogd is of noem maar op, dan kan het echt heel, heel veel verschil maken om de juiste grinder te gebruiken met de juiste consistentie voor een goede verbranding. Echt, klopt, essentieel. Ja, want dat is inderdaad ook veel mensen zeggen, ik wil, er moet tabak bij, anders brandt het niet. Ja, dat is natuurlijk wat jij zegt, zo is het gewoon. Ja. Als je het heel goed grindt, dan brandt elke wiet, al is die nat. Maar, dus dat is eigenlijk gewoon een simpel dingetje. Maar je kinderen, die zeiden, pa, aan de bak weer. Pak dat weer eens op. Ja. Nee, en toen dachten we, ik dacht van nou, ik wil het best wel doen, maar niet die hele boekhouding en toestanden erbij. En ik was goed bevriend met Dutch Passion. En dus Dutch Passion zei, nou, dat willen wij wel doen, want we hebben natuurlijk een heel kantoor en een hele organisatie. De logistiek ligt er. De logistiek is er en dat is natuurlijk super betrouwbare mensen. Super bedrijf. Shout-out naar iedereen bij Dutch Passion, jongens. Jullie zijn echt top. Nee, precies, want dat is natuurlijk op de beurs. Ik kom ook vaak op de beurs en dan durf ik wel te zeggen dat Dutch Passion het best georganiseerde zaadbedrijf is. Dus er zijn er nog wel een paar die net zo goed zijn, maar de meeste die redden het niet, hoor, tegenover Dutch Passion. Ik vind Seedstockers, die natuurlijk ook een klein beetje is ontstaan onder de vleugel van Dutch Passion. Die weet ook Jouke, die heeft natuurlijk ook bij Dutch Passion wel gezien hoe het moet. Tuurlijk, en die doet echt, onder voor Dutch Passion, vind ik, wat dat betreft. Nee. Maar dat is ook allemaal een beetje onder dezelfde vleugel ontstaan. Dutch Passion zijn echt wel de mensen die dachten van dit is eigenlijk gewoon een normale bedrijfstak. Ja. Ja. Dus hier moet een CEO bij, net als een echt bedrijf, zeg maar. En die doen dat gaat echt, dat is die echt heel erg goed georganiseerd. Dat is niet normaal, die hebben veel mensen en die hebben echt de papierwerk in orde, die kunnen ze halen, leveren over de hele wereld. Dat is echt super. Ja. Dus jullie zijn samengegaan? Ja, met Dutch Passion, ja. En toen had je die Old School Haze nog? Ja, die hebben we nog steeds, ja. En dan, ik was natuurlijk altijd, wat ik ook al zei... Ik heb eigenlijk heel mijn leven kleinschalig. Vroeger was het wel groot, maar de laatste 20 jaar zou ik willen zeggen, gewoon klein voor mij. En altijd op steenwol, tot op een gegeven moment was ik het echt... toen kreeg ik elke keer wortelrot.
En toen dacht ik van, toen moest ik elke keer heel erg giftige dingen gebruiken om zeg maar die wortelrot te voorkomen. Waar kwam dat door? Door de genetica? Ja, door, dat kwam eigenlijk, dat is nooit echt helemaal duidelijk geworden. We hadden het op een gegeven moment over waterwortels en gewone wortels. En dat je dat zeg maar 30 jaar geleden niet zo had en dan niet. Nee, en dat was het zeg maar waterwortels die zitten dan in. Als je stemelt, zit je eigenlijk op water te kweken. Die zijn dan dus heel erg gevoelig voor. Als je een stemelblokje hebt en daar zitten flink wat wortels onderin en je draait het blokje om en je ziet bruine wortels, dan zijn die wortels eigenlijk aan het rotten. En op het moment dat je die dan op die mat zet, dan moet je wel echt geluk hebben. Wil dat goed aanslaan. En dat gebeurde dus bij ons steeds meer, dat we soms 3 keer opnieuw alle planten moesten zetten vanwege die wortelrot. Mm-hmm. En het enige wat je dan aan kon doen was een of ander spilletje van uit het Westland, wat echt helemaal niet gezond is. Nee. Dus toen dacht ik van nou, ik stop ermee, ik ga gewoon op aarde kweken. En ook met de gedachten van die Amerikanen in mijn hoofd van organic. Organic, organic. En toen gingen we dat proberen en doen en dat ging al, op een gegeven moment ging dat eigenlijk ook heel goed. En toen dachten we nou, laten we dat gaan verkopen, want dat was al een keertje de blunder in mijn leven geweest. Dat wij vroeger, helemaal in het begin, maakten we zelf onze voeding, A en B. Kon je dan in het Westland al die ingrediënten kopen. En toen zei die maat van mij, laten we dat gaan verkopen aan andere mensen. Dat was dus een jaartje 5 voordat het Kana begon. En toen zei ik, nou, wie gaat dat nou kopen dan? Oh. Dat koopt toch helemaal niemand, want bedoel, dat is zo makkelijk om dat zelf te maken. Oh. En goed, dat was dus eigenlijk, dat was de grootste blunder in mijn leven. Ja, voor de rest is het allemaal best goed gegaan. De meeste kans geweest dat, ja. Maar voor de rest in maar Canada zijn natuurlijk ook goede zaken, mensen. Je moet ook wel, ik kan best goed dingen verzinnen. Maar ik ben dan niet zo'n heel keiharde zakenman. Je moet op een gegeven moment mensen hebben die gewoon... Kijk, die jongens van Canada zijn harde jongens. En die slim. En die hebben een waanzinnig bedrijf opgebouwd. Maar dat was natuurlijk altijd wel een leuke anekdote. Om te kunnen vertellen dat ik dan 5 jaar voordat hun begonnen, vond ik het geen goed idee om dat te gaan doen. Want dat was zo makkelijk, dat kan iedereen zelf maken. Maar jullie zijn het wel met organisch. Ja, toen dachten we, nu ga ik het dus wel een keer doen, dacht ik. Organic. En dat was Biotaps. En dat is Biotaps. Is dat, ja. En dat gaat ook best goed. En steeds beter, steeds beter. En organic is natuurlijk toch wel de toekomst, vind ik. Ja. En dan Kees is natuurlijk van de terpenen. Ja. En ik inmiddels ook. Ja. Eerst wist ik helemaal niet wat het was. En nu is het alleen maar terpenen. Yeah, terps. It's all about the terps, baby. It's all about the terps. En organische plantenvoeding helpt daarbij. Ja, en nou is het echt wel duidelijk geworden dat zeker als je hash gaat maken, dat je dan toch wel beter kan beginnen met fire. Start met materiaal. Vettige wiet, hè? Fire heet het toch eens. Ja, fire in, fire out, zegt Kees altijd. Dat hebben we van Kees geleerd. Dus dus organic, daar geloven wij wel heel erg in. En dat gaat ook echt goed. Kees is ook echt een vakgek wat die biotaps betreft. Ja. Hey, ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment, een jaar of 6 geleden, kende ik hem nog helemaal niet zo goed. En toen kwam hij bij ons op kantoor, toen ik nog bij Amsterdam Genetics werkte, kwam hij over biotaps praten. Ja. En de kennis... En zijn passie. Ja, voor de passie. It's all about the passion. Hè? Nee. Daar gaat het natuurlijk bij ons al heel ons leven over. Dat is passie. Echt mooi. Het zit er echt in bij jou. Nee, dat is. Want anders hoef je het niet te doen. Nee. Als je geen passie hebt. Dat is echt heel mooi. Dan kan je het en dat is waarom ik ook echt met heel veel plezier ook met jullie samenwerk. Weet je wel, met Biotech Substitutieve Seed Club. Omdat ik het gewoon met een goed gevoel aan de mensen kan aanraden. Omdat het gewoon echt goed is. En passie is gemaakt. Dat is fijn om te horen. Ja. Ja. Nee, dus dat... je weet het, hè. je moet zelf de slingers ophangen in het leven. Dat proberen wij te doen. Moet je even naar de deur? Nou, ik denk dat er een pakketje bezorgd wordt. Dat is prima. Als dat, maar dat zet hij wel voor de deur. Ja, ook goed. Maar je bent dus weer gestart met Super Sativa Seed Club. Wanneer is dat ongeveer geweest? Een jaartje 5 geleden. Ja, 2017, 2018 of zo, hè? En nu, hoe is dat, hoe is dat gegaan? Want je had die old school haze. Je bent bepaalde soorten weer gaan maken. Ja, maar we hadden weinig soorten. Wat was je idee? Ja, we hadden, om het gewoon weer opnieuw te beginnen,
En iets met de oldschool hees te doen. En voor de rest hadden we niet zoveel dingen meer. Nee. We hadden wel wat zaad nog, maar niet... En dan moet ik toch wel eerlijkheid... moet ik toch ook zeggen van dat... Dat de soorten van tegenwoordig, vooral dan de Amerikaanse soorten, dat is niet, natuurlijk niet te vergelijken met wat wij vroeger hadden. Als je die dingen van vroeger zou zien, nog ergens, en je legt dat naast wat er uit Amerika komt, ja, dat lijkt nog niet op elkaar. Nee, nee. Dat is natuurlijk in Amerika zo hard gegaan op het moment dat je natuurlijk 5-6 jaar in alle rust legaal kan breeden, ja, dan krijg je wel resultaat. Ja. Dat is natuurlijk in Nederland en in Spanje. Dit soort skittles dingen die we nu aan het roken zijn. Ja, dat is echt allemaal... Kijk, als je natuurlijk uit duizenden planten de beste kan zoeken, en dan ga je mee kruisen, dat is gewoon niet te vergelijken met... Met de druk die hier altijd op kwekers heeft gelegen. En de meeste kwekers die kweken uiteindelijk voor de bloemen. Ja. Voor het geld. Dus om gewoon wiet te verkopen aan een koffieshop of wat dan ook. En daar gewoon geld mee te verdienen. Er zijn ook maar weinig mensen die denken, joh, laat me zelf eens gaan pielenmuizen. Ja. En soortjes gaan maken. En op die manier... Ja, en het mag gewoon niet. Het is gewoon hartstikke strafbaar. En dus ja... Kleine kanttekening, ja. Ook nog. Ja. Kijk, het beste koop je een passaatje en in een klein tentje is dat allemaal geen probleem. Precies, maar het is gewoon om mensen die gaan breeden, dat is best nog wel heel ingrijpend gebeuren. Ja. Dus dat gaat helemaal heel hard. En ik juich het eigenlijk alleen maar toe, die ontwikkelingen in Amerika. Ja. Voor de rest... Ja, jullie gebruiken ook best wel veel van die invloeden in de soorten van nu, hè? Ja. Want ik heb hier een speakbriefje, want hier achterop staan gewoon allemaal zaden van Super Sativa Seed Club. En het valt ook gewoon op dat de kosher hees is een Karels hees met kosher koesh. Ja. En je hebt Purple OG Punch met Larry OG met Granddaddy Purple. Maar je hebt ook nog die Durban Poison erin zitten met een Apple Skunk. Ja. Apple Poison heet die. Dat zijn eigenlijk een beetje de... Je brengt de oude wereld en de nieuwe wereld. Ja, dat is eigenlijk een beetje het idee om dat te doen, ja. Ja, want in de oude wereld heb je natuurlijk wel veel echt goede sativa's. En sativa's doen het natuurlijk goed samen met indica's. Die krijgen goede hybrides. En dan heb je wel echt... Beste van twee werelden. Ja, en het is natuurlijk ook... tegenwoordig, vroeger was dat niet zo. Moeten de toppen moeten keihard zijn. En dat is natuurlijk... ik snap dat dan wel. Waarom mensen willen geen fluffy wiet meer. Nee, het is eigenlijk slaat het nergens op. Want het eerste wat je doet in je grinder is alles weer fijn malen. Stop je het in je joint. En dan zie je het niet meer dat die bud zo mooi hard was. Maar het is een cosmetisch iets... Ja, en ja, het oog wil ook wat. En dus wij proberen onze wiet ook zo hard mogelijk te maken. Dan. Gewoon harder. Ja, dat is nou helemaal zo. Yeah. En ik hoop ook nog een keer in de positie te komen in Nederland om ook nog een keertje legaal, zeg maar, te kunnen breeden. Ja. En wie weet, dat is een experiment, komt er binnenkort. En, ja, hoe kijk je daar tegenaan? Is dat iets wat je ook toejuicht? Nou ja, kijk, het experiment is een gereguleerd iets en niet een gelegaliseerd iets. Nee. En het verschil tussen reguleren en legaliseren is natuurlijk heel erg groot. Ja. Legaliseren, dat vind ik... Dat iedereen mag doen wat hij zelf wil. Ja, hangen minder dat is, voorwaarden aan. Dat er dus geen enkele voorwaarde is. En regulering is dus eigenlijk nog een ergere situatie dan het dat mag, het nu is. Als... Maar dat er alleen bepaalde mensen dat dan mogen. Onder hele strenge regels. Ja. Dus dat ben ik nou niet echt. Dat is niet echt mijn. En wat ik ook een beetje jammer vind, is dat ik kijk de hele wietcultuur. Zoals die dan op de Spannenbeest zijn we pas geweest. Dat is natuurlijk een geweldige cultuur. Toch zelf. Check ook even een video op het kanaal. Spannenbeest. Een van de laatste plaatsen waar de vrijheid nog echt gevierd wordt, zeg maar. Ja, de en als we dat nou allemaal zeg maar, op gaan geven. Omdat het allemaal op de manier van de overheid moet. Dat vind ik nou niet echt een vooruitgang. Nee. Maar goed... ik ga er niet over. Je ziet het natuurlijk ook wel in heel veel staten in Amerika waar het gelegaliseerd wordt. Heb je gewoon afhaalshops. Heel veel. Ja. Maar geen bestaande cultuur of ontmoetingsplekken. Nee, zoals je hier de coffeeshop hebt. Ja. Heb je geen consumptielounges. Ik geloof wel in New York.
dacht ik. Maar dat is wel een onmisbaar iets natuurlijk. Nou raak je wel gelijk wat mij betreft een puntje van kritiek op de coffeeshops. Dat het eigenlijk wel jammer is dat de oorspronkelijke bedoeling, sociale... Een theehuis was ik, waar ik vroeger dan werkte. Dat zeg maar een beetje aan het verdwijnen is, dat het afhaalloketen worden. En ik snap wel de coffeeshop mensen waarom ze dat doen. Dat is natuurlijk voor hun makkelijker, maar eigenlijk is het natuurlijk wel zonde dat die cultuur aan het verdwijnen is. En dan vind ik het ook zonde dat de hele wietcultuur natuurlijk dreigt te verdwijnen op het moment. Dat het allemaal gelegaliseerd wordt en dat het allemaal verkocht gaat worden in een pakketje wat eruit ziet als een medicijn uit de apotheek met stickertje erop, maar vooral geen kleurtje, geen smaak. Geen mooie tekening of een beetje een unieke branding. Kijk, want dat is dan mijn kritiek wel een beetje op het Nederlandse plan. Ja. Dat, in Amerika heb je natuurlijk toch nog wel weer een hele cultuur erbij gekregen met kleurtjes en mooie ontwerpen. Echt fantastische verpakkingen. Het wordt een soort hele popcultuur is het. Ja, dat is goed. Maar dat vind ik goed. Maar zoals het nou in Nederland bedacht is, dan wordt het natuurlijk toch een soort... Weggedrukt weer. Ja. Hoewel ik wel denk, dat zie ik wel als een groot voordeel van het experiment, dat het... geweldige kwaliteit gaat opleveren natuurlijk. Dat zeg en ik ook, dat het gewoon echt dat de mensen die er nu nog een beetje sceptisch tegenover staan, dat die toch zullen gaan zien van dit hadden we eerder moeten doen, want dit gaat natuurlijk toch die kwaliteit die gaat zo geweldig worden. De wiet die gewoon voor een mooie prijs. Ja, voor een goede prijs en dan helemaal vrij van pesticiden, insecticiden, alles gewoon helemaal zuiver. Organic als het kan. Ja. En dan is het gewoon echt, dat is wel een goede ontwikkeling. Ja, er zijn veel consumenten nog wel die ik spreek, die ook nog wel sceptisch zijn. Zeggen, ja, maar staatswiet en dit en dat. Ja, ik zeg maar, luister vriend, sommige van de beste kwekers die ik ken uit de legacymarkt werken nu bij die experimentelers. Ja. Die wiet, maar dan op hun allerbest. Dat gaan we krijgen. Ja, we krijgen perfectie van de mensen waarvan wij nu graag wiet halen. Want voor zover ik het kan volgen in het experiment, zijn er heel veel wietmensen bij betrokken. Ja, ja. En dat waren ook de angst dat het allemaal in de handen zou komen van pakken en stropdassen. Ja, maar dat is echt niet voor zover zo. Ik het kan zien, valt dat reuze en mee. En bij heel veel van die telers vind ik ook leuk. Bij heel veel weet ik niet. Maar bij een aantal in elk geval weet ik dat de kweekjongens, de legacy jongens, ook wat te zeggen hebben. Ja. Over de genetica, over de manier van kweken, over een beetje. En dat is wat we nodig hebben. Dat is geniaal. Ja, dat klopt. Dus je kijkt er wel... zeg maar positief naar voor de vanuit de consument point of view, maar zou het liever vrij. Nou ja, ik vind ik heb gehoord, ik weet niet of dat gaat gebeuren in Duitsland als ze daar van plan zijn dat iedereen 3 planten thuis mag hebben, 3 zaadjes mag kopen. Ja, dat vind ik eigenlijk gewoon een beter plan. Is toch een absolute must eigenlijk, hè? De zelfkweek voor de consument. Kijk, het is gewoon natuurlijk best wel raar dat waarom. Waarom zou je nou geen wiet mogen kweken? Alle andere planten mag je kweken. Ja, ik snap dat niet precies. Maar, of ja, ik snap dat natuurlijk wel waarom ze dat waarom dat zo is. Maar ik ben eraan tegen, laat ik het zo zeggen. Ja. Waarom denk je dat het zo is? Waarom mogen we geen wiet kweken? Nou ja, omdat mensen die wiet roken, die denken veel te veel na. Dat willen ze helemaal niet. Ze willen helemaal geen mensen die voor zichzelf beslissen. Wernert die noemt dat de bemoeimannetjes. Die mensen die willen zich bemoeien met ons leven. Ja. Wernert, dat vind ik trouwens, daar wil ik ook nog wel even iets over zeggen. Dat vind ik wel echt zijn idee over hoe het zou moeten zijn in Nederland. Dat vind ik wel echt het idee hoor. Van iedereen gewoon lekker in zijn tuin 3 planten. Nou, dan heb je zoveel wiet dat al de mensen die geen tuin hebben in je omgeving, kan je ook nog gratis van wiet voorzien. Dat is wel hetgene wat ik echt... Daar sta ik achter dat plan. Ja, Wernert die ziet de dingen ook heel helder, hè? Ja. Die heeft ook een vooruitziende blik een beetje, ook wat jij ook al een beetje hebt. Dat vind ik dan gewoon... dat is eigenlijk hoe het zou moeten, wat mij betreft. Ja. Maar goed, de overheid heeft... Zelfbeschikking, het gewoon lekker zelf doen. Ja, maar de overheid die laat dat nog niet toe. Nee, die willen dat weer helemaal heel ingewikkeld maken. En dan... Ik denk overigens wel dat het...
onvermijdelijk is dat het wel gaat gebeuren. Want door thuiskwekers bestaat wiet nog, zeg maar. Ja. Want door ondanks de onderdrukking, 40, 50, 60 jaar... hoe lang wordt wiet al onderdrukt? Misschien al 70 jaar inmiddels. Ondanks de onderdrukking is cannabis nog nooit zo groot geweest. Nee, dat klopt. Dat is ook een beetje in het begin van het verhaal, het politieke aspect. Ja, dat is natuurlijk op een gegeven moment niet meer te stoppen. Als zoveel mensen dat doen, zoveel mensen maken zaadjes en zoveel zaden zijn er, dat wordt allemaal steeds beter. Ja. Is natuurlijk gewoon een soort het voorbeeld van een beweging die toch niet te stoppen is. Nee, het is een trein die maar doordendert. Ja. Dus er valt echt wel wat te bereiken met actie voeren en... En het gewoon allemaal gewoon doen. Hè? Ja. Dat is het. Want dat is in mijn ogen actie voeren is gewoon massale ongehoorzaamheid. Klopt. Zeg maar, als we allemaal gewoon een paar plantjes doen. Ja. Fuck it. Nee, daarom. En dan is het ook niks bijzonders. En dan valt het doe gewoon normaal erover. En dan gewoon buiten in de zon, lekker in de grond. Ja. En zonder pesticiden, zonder niks. En dan dat is dat gewoon helemaal. Doe je toch niemand kwaad mij ook? Nee. Zeker niet. Nee. Heb je tips voor beginnende kwekers? Ja, hou het simpel. Want wat ik heel veel zie is dat mensen een heleboel producten kopen, maar dat dan toch op de verkeerde manier gebruiken. Ja, kijk, het is zo als je zeg maar wiet kweekt en je koopt een booster, zeg maar wat. Dan is het echt niet zo van als je die booster daar volgens de gebruiksaanwijzing bijgooit, dat je dan 2-3 dagen later het resultaat ziet. Dat gaat langzaam. Uiteindelijk werkt dat wel. En dan zijn veel mensen geneigd om dat toch nog weer meer bij te gooien. Nou, 5 milliliter. Nou, laten we het eens 10 milliliter. En dan krijg je dus echt vieze wiet. Waar te veel voeding nog in zit. Dat is ook wel een goeie wat ik van Kees geleerd heb. Is zeg maar de grijze as, de witte as. Mm-hmm. Daar kan je toch wel aan zien of wiet netjes gekweekt is. En met netjes kweken bedoel ik zo weinig mogelijk voeding gebruiken. Maar wel zodanig veel dat het toch goed groeit. Ja. En dat is natuurlijk bij biotaps proberen wij dat natuurlijk. Dat het heel simpel is. Je stopt alles in de aarde. En het enige wat je nog doet is water geven. En dan krijg je toch een goed resultaat. Ja. En dat is eigenlijk de hele filosofie van biotaps. Eigenlijk ook hoe het hoort, hè? Ja, simpel doen. En niet te veel. Je hoeft echt geen 10 verschillende producten erbij. Gewoon je aarde verrijken. Zorgen dat die in orde is. Die gezond is. Ja. En dan gewoon water geven. Zorgen dat die plant de voeding gewoon lekker uit de aarde kan halen. Wat die nodig heeft. Zonder dat het te veel en het is de tentjes die zijn zo goed. Een tentje van 60 bij 60, dus nooit 80 bij 80 centimeter. Daar kan je wiet kweken. We hebben hier ook precies genoeg voor je eigen dit hele jaar door. In de beschrijving vind je ook een linkje naar kweekkastjes met LED-verlichting. Dat is echt een ding, IKEA-vibe. Je zet hem in elkaar. Binnen een uurtje kan jij wiet beginnen kweken gewoon. Ja. Hier, pats. En als je die prijs ziet, denk je misschien, wow, dat is veel geld. Maar als je dan gaat uitrekenen hoeveel je daarin gaat kweken in één ronde, heb jij die centjes er al uit, maat. Nee, alles wat je daarna doet en niet in de coffeeshop hoeft te kopen of bij je lokale dealer met gangpetoonwiet, is alleen maar pure winst. Ja, dat klopt. Ja, wat ik je ook nog wilde vragen. Want jullie zijn natuurlijk bekend van de sativa's. Je bent zelf ook een sativa-liefhebber, zeg je. Ja. Wanneer is iets voor jou een sativa? Een sativa? Want dat is echt... Nee. Qua effect is het natuurlijk gewoon uplifting. Ja. Het moet uplifting zijn. En sativa herken je aan de hele fijne, smalle bladeren. Dat is echt heel anders dan een indica. Ze groeien hard, hoog. Ze zijn moeilijk te temmen binnen. Ja. Stekken enorm. Ja. Als je overschakelt naar de bloeitijd. Boom. Dan worden ze nog drie keer zo groot. Drie keer zo groot. Allee, maar de misverstand is, veel mensen denken dat er een sativa weinig opbrengst komt. Maar er komt juist veel meer opbrengst aan.
Het is gewoon echt heel makkelijk om een heel hoge opbrengst in sativa te krijgen. Ja, waar ligt het dan aan dat mensen dat niet... Ja, dan denken ze van ja, dat duurt zo lang. Maar het is, kijk, op het moment dat iets natuurlijk 30% langer duurt, maar 70% meer opbrengt, dan is de som makkelijk gemaakt natuurlijk. Ja, want het sativaatje staat over het algemeen wel een week of 12. Ja. Ja. En de meeste andere planten 9, dus dat is dan inderdaad 3 weken langer. Maar als je dan dubbel opbrengst krijgt, dan is dat helemaal geen enkel probleem natuurlijk. Nee, eigenlijk. Nee, dan is het de moeite wel waard. En dan is het ook wel zo dat jongere mensen die schijnen dat niet tegen te kunnen. De meeste tegen het opwekkende effect. Dat ze er een beetje onrustig in de hoofd van worden. Nou, Ik best vaak. Ja, ik zelf kan bijvoorbeeld geen pure lemon haze roken. Als ik een echte lemon haze rook, puur. En dan krijg ik een onrustig onderbuikgevoel. En dan moet ik stofzuigen, moet ik dingen doen. Krijg ik zo'n enorm... dan word ik helemaal gek. Alsof ik harddrugs heb gebruikt. Ja. Bizar. Dus ik moet er altijd wat CBD doorheen of wat indica... om het een klein beetje te temmen. Dan kan ik hem prima hebben. Welke ik wel puur kan roken, is jullie Karel's Haze. Oké, ja. Maar dat is ook wel een redelijke richting... Ja. Zeker als je hem wat vroeger oogst. Dat vind ik zo bijzonder. Dat heeft Kees me laatst verteld. Dat als je hem rond zijn 9 weken oogst, dan heeft hij wat meer die cam-terps. En heeft hij wat meer een indica-idee. Maar je kan hem rustig 12 weken laten staan. Ja. En dan heeft hij meer een sativa effect en terpenenprofiel. Dus dat verandert in die 3 weken. Dat vind ik wel heel bijzonder aan die strain. Ik vind het sowieso wel heel interessant tegenwoordig. De terpenen en de smaken die er zijn. En ik hou daar wel van dat er steeds naar nieuwe smaken gezocht wordt. En wat ik ook bijvoorbeeld Gorillia Glue, dat is eigenlijk wel dat is eigenlijk één smaak als je het echt goed analyseert. En dat is dan de wiet van een jaartje of 6-7 geleden. En als je dan de wiet van tegenwoordig, van de laatste jaren, dat ontwikkelt zich nog steeds meer in de richting van dat het niet één smaak is in wiet, maar dat het een hele volle smaak is. En dat je dus eigenlijk duidelijk het gassy kan herkennen, het zoete kan herkennen. En dan kom een zuurtje, een klein kruidje. En dan kom je dus eigenlijk gelijk ook op mijn favoriete wiet van tegenwoordig. Dat zou ik willen noemen Candy Gas. Candy Gas. Ja. Er zit dan echt wel de gas diesel smaak aan van uit Amerika. Leuk. En het zoete erbij. En dan, dat mag dan wat mij betreft wel Candy Gas heten. Ja. En dat, vind ik dan wel heel interessant, dat soort dingen. Ja. En dan is als je dan de Gorillia Glue rookt, dan is dat wel heel eensporig, eenbanig, alleen gas. Ja. Ja. En dat is dan, vind ik wel, een hele leuke ontwikkeling in Amerika. Dat je dus ook steeds meer bananensmaak. En dat met het hash maken komt dat nog meer tot zijn uiting. Ja, want dan weet je het echt een beetje te isoleren, die smaak. Ja. En heb je niet het plant wat je nog proeft. Hè? Want dat is ook precies. Je proeft ook gewoon plant. En dan is het cookies, vind ik ook heel interessant. Ik heb zelf ook wel eens cookies gekweekt. En omdat ik het zelf gekweekt had, geloofde ik het. Maar anders zou ik gedacht hebben, dit ruikt zo naar cookies, fake. Dat het eigenlijk gewoon waarschijnlijk fake is. Want hier in Den Haag ben ik ook wel eens in een koffieshop geweest. Daar hadden ze ook wiet. Ik dacht, nou, dit kan niet. Nee, dit kan niet. Dat wiet zo sterk naar, weet ik het, framboos of zo was het. Ja, dus dan kan je natuurlijk terpenen, dat wordt ook nog wel eens met geroltzooi tegenwoordig. Ja, vind ik ook niet echt een hele goede ontwikkeling dat verkocht wordt. Nee. Want ja, dat wordt dan verkocht. En dan zit er een briefje bij hoe je dat precies op je wiet moet spuiten om je wiet naar een bepaalde smaak te laten... Ja. Kijk, en dat zijn ook allemaal goede dingen voor het experiment straks. Dat soort dingen niet meer gaan gebeuren dan. Die niet meer nodig zijn. Dus als je dan zeg maar in de shop strawberry Hubble de Pub koopt, dan kan je ervan verzekerd zijn dat die strawberry smaak gewoon uit de wiet zelf komt. En niet toegevoegd is met een of andere terpene. Ja, ik ben ook zo benieuwd naar de strains die we gaan zien straks in de coffeeshops en in die experimenten. Ik denk dat je straks in de coffeeshop krijgt mango, banaan, sinaasappel. Dat heb je al een beetje met de tangy. Ja. Dat ga je allemaal krijgen met die smaakjes en dat is allemaal echt. En dat is natuurlijk het allermooiste. Dat is gewoon echt uit de wiet komt dat en niet toegevoegd. Bizar.
dat gaat allemaal gebeuren, jongens. Ja. Wat, als je nou terugdenkt aan de strains van vroeger, wat mis je? Nou, eigenlijk niet zoveel. Nee? Nee, want het is gewoon wat ik al vertelde. Het was vroeger al, ja, we kunnen er heel romantisch over doen. Maar de wiet van tegenwoordig is gewoon veel, veel beter. Ja? Ja, echt, echt. En dan, ja, natuurlijk. Er zijn wel mensen, ja, maar de White Widow. Ja, de White Widow. Maar wat is dat dan? In elke koffieshop hebben ze een andere White Widow. De enigste wat natuurlijk wel geweldig is Amnesia. Dat is natuurlijk te herkennen uit duizenden. Dat is ook wel een van echte Amnesia. Dat vind ik ook wel een van mijn favoriete wiet, hoor, Amnesia. Dat blijft toch van bijna alle OG's, als ik het zo mag noemen. De echte legends, de mensen die zeg maar cannabis weg voor ons geplaveid hebben in Nederland. Blijven gek van Amnesia. Ik kwam laatst, was ik uitgenodigd bij een borrel van Jair Velleman. Die ook helemaal gek is van de Amnesia. Die we hebben gesproken in aflevering 6, geloof ik. En Rinus was daar ook. En hij vroeg, Ruup, heb jij niet wat lekkers te roken? Want ik krijg hier allemaal troep en dit en dat. En ik zeg, tuurlijk. Ik zeg, Rinus, alsof ik wist dat je zou komen. Ik heb een toppie Amnesia voor je. Hij zegt, echt? En hij ruikt en kwam van het ballonnetje in Amsterdam. En hij was zo blij die te ruiken. Het was gewoon, hij zegt, dit is hem gewoon. Top. Hij was helemaal blij. We hebben tegenwoordig ook een lemon haze, heet dat. En dat ruikt precies hetzelfde als Amnesia. En een hoop mensen zeggen, oh, Amnesia hoef ik niet. En anderen die proberen het wel. En dat is heel uniek. Dat is echt een lemon smaak. Ja? Dan is het echt, je krijgt die smaak van citroen in je keel. En dat is, vind ik, wel een hele goede. Dat is ook weer zoiets uit Amerika. Want dat is natuurlijk de Amnesia ook terechtgekomen. Mm-hmm. De slimmerikken die hebben het natuurlijk hier opgehaald. En die zijn daarmee aan het breeden gegaan. En dat vind ik dan wel heel leuk. Dat dan, dat je die geur, dan, de Nederlandse geur wat mij betreft. terug ruikt in de Amerikaanse wiet. Dat vind ik wel echt heel leuk. Ja. Dus Amnesia, dat is dan wel de wiet van vroeger. Oh, dat is nog steeds natuurlijk. Ja, blijft dat is een klassieke wiet, die gaat nooit meer weg. Nee. En dat is echt geweldig. Sweep, bedankt. Sweep, die heeft hem gemaakt. Ja, Sweep van... Sweep. Sweep. Ja, want dat is het. Hè. Er zijn heel veel mensen die zeggen dat ze Amnesia... Nee. Sweep, dat is de echte. Dat is 100%. Ja. Nou, we gaan hem achterhalen. We gaan met je zitten, Sweep. Dat wil ik... Hypro. Van Hypro. Hypro. Ja. Oh, dat is nu Superstrains. Ja. Ja. En de Superstrains, dat is ook de echte Amnesia. Hoewel de echte Amnesia natuurlijk een stack is. Dus ik weet niet hoe Sweep dat dan doet. Ja, laatst kreeg ik inderdaad al een berichtje van ze. En we hebben ze gesproken in Berlijn. Dat is ook de dochter van Sweep. Die kan je ook een keertje voor de podcast dragen. De dochter van Sweep hebben we gesproken in Berlijn. Die hadden ook een grindertje mee en alles. Ja, we gaan jullie bellen, jongens. Dat verhaal willen we wel eens eventjes horen over die Amnesia. Amnesia, dat is echt... En voor de rest mis ik niks van vroeger. Nee? Want, nee hoor, echt niet. En hoe vind je de... Hoewel, de Skunk nummer 1, die zou ik ook nog wel een keertje willen proberen. Ja, de echte? Maar die bestaat niet meer. Nee? Die is op zijn Amerikaans zo diluted... verdund, zeg maar. Dat gewoon eigenlijk... Maar het is ook moeilijk, hè, om genetica zo lang te bewaren, geloof ik. Ja, in de vorm van zaad wel. Moederplanten die verliezen na 20, 30 jaar ook gewoon op een gegeven moment hun kracht. Want ik had ook wel een keer heel trots in Spanje tegen iemand gezegd, ja, ik heb een plant van 35 jaar oud. En toen zei hij, ja, hij zegt... Wij hebben ook een plant van 30 jaar oud. Hij zei, maar ja, dat is echt de slechtste wiet die je kan bedenken. Oh ja? Ja, want dat is gewoon... Er was gewoon niet zoveel vroeger, snap je? Het is gewoon leuk om dat te romantiseren. Maar daar werd niet gebreed of nauwelijks... Nee, het was gewoon niet zoveel. Kijk, en uiteindelijk... toen was het wel wat. Maar als je dat tegen de huidige standaard bekijkt, is dat gewoon niks. Nee. Echt niet. En hoe is wat jou betreft de zadenbusiness veranderd? Nou ja, nu vergeleken met toen? Nou, kijk, toen had je twee zadenfirma's. En toen na ons kwam Sensi. De Sensi die heeft heel de boedel overgenomen van Neville. En toen is Sensi natuurlijk begonnen. De pioniers, die zijn echt... waar wij gestopt zijn, zijn hun begonnen, zeg maar. En toen, als je het kijkt in Amerika, is het natuurlijk...
ook een heleboel nieuwe zatenfirma's. En in Spanje zijn er ook best goede. Dus daar is heel veel zaad te krijgen. En als je een beetje de weg weet, kan je echt heel goed zaad kopen. Echt ja, heel goed. Maar het is wel moeilijk om door de bomen en het bos nog te blijven zien. Je moet wel echt je vak er bijna van maken om dat allemaal te volgen. Mm. Maar dat doen wij natuurlijk dan wel. Ja, maar, dus ik vind het wel heel leuk om te zien dat er zoveel... dat het gewoon doorgaat en dat het niet te stop is. Nee. En ik denk dat het ook toch naast het legale... ook het illegale zal blijven bestaan. Ja. Van mensen die zelf dingetjes proberen en die gewoon, ja. Ja, zeker als dat niet gelegaliseerd wordt. De meeste zijn vrijbuiters in onze branche, dus ja dat is... Ja, zeker als het niet gelegaliseerd wordt. Mensen gaan altijd zelf blijven kweken. Ja. Altijd. Het is als... Ik zeg altijd, het kweken van wiet is verslavender dan het roken ervan. Dat klopt, dat vind ik ook. Hoeveel die plant teruggeeft en wat het doet als je dat ziet ontwikkelen. Nou, dat is... Nee, en het is zo leuk elke keer als je een zaadje plant. Wat zal er nu gebeuren? Hoe zal het er nu uitkomen? Ja, wat ga ik dit keer zal het beter zijn dan de vorige keer? Zal het dikker worden? Zal het lekkerder ruiken? En dat blijft gewoon heel erg leuk. Ja. Wat ik ook heel erg leuk vind is dat veel mensen die ik ken... die wiet kweken, op kleine schaal... dat die toch ook overgestapt zijn op andere planten kweken... En de eigen groente kweken. Dat zijn mensen die dat normaal nooit zouden doen. Maar toch, door het wiet kweken, zo'n liefde voor de natuur, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Gekregen hebben dat ze dat toch ook in de eigen tuin willen doen. En dat is natuurlijk een geweldige ontwikkeling. Als je eigen roken en je eigen eten kan verbouwen. Ja, het is een soort de bedoeling is natuurlijk dat we een beetje onafhankelijk zijn van... Ja. Het begin van een holistisch leven eigenlijk. Je eerste wietplantje in de grond stoppen. Zou je het ook mooi vinden om je kleinkinderen te zien kweken? Want je bent inmiddels opa. Ja, natuurlijk. Dat zou ik wel mooi vinden. Maar ik weet alleen niet... die zijn dan 3 jaar. Hoe dat eruit ziet... We zullen wel op de 15e beginnen nemen. Ik denk misschien nog wel eerder, om wel eerlijk te zijn, Karel. Dus, ik weet niet of jullie zo bezig zien, volgens mij was Kees er ook vroeg bij. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet hoe het gaat lopen. Ik zal het hem vragen, maar dat ga ik denk even off-camera doen. Want dan is hij misschien wat eerlijker daarover. Nou ja, dit is de grootste angst voor alle ouders dat de kinderen gaan blowen. Ja. Maar... ik zou zeggen, ouders, het komt allemaal goed, echt. Ja, ik had het er van de week nog over met een maatje van mij, Martijn van Global Butler. Die heeft een dochter die ongeveer net zo oud is als mijn dochter. En hij zei van, ja, ze hoeft niet te gaan blowen of zo, hoor. Maar ik zei, nou, ik zou het wel mooi vinden om een jointje met mijn dochter te kunnen delen. En de blowers die ik ken, die zeg maar... puur roken en gewoon op een normale manier met cannabis omgaan... omdat ze daar de ruimte en vrijheid voor krijgen in hun omgeving. Die maken op zich best wel goede keuzes. En die zijn best wel gezond. Ja. Ik ken allemaal stoners die gaan 3 keer in de week klimmen... of naar de sportschool of BMX'en. Ja. Hey, Kees, die zit wanneer hij een kwartiertje vrij heeft... zit hij op de fiets. We hadden het er net ook al over natuurlijk. Er zijn altijd mensen die in de problemen komen met iets. En ja, dat gebeurt nou eenmaal. Maar wiet is dan toch nog steeds wel iets wat... minder en wat je positief zou kunnen inzetten. Ja, ja. En ik denk dat ook wel een mooie noot is om mee te eindigen vandaag. Ja, dat je wiet positief kan inzetten. Zeker. Ja, ja. Karel, ik hoop dat ik daar een beetje het bewijs van ben. Dat je zeg maar een hoop dingen kan doen in je leven. En dan gewoon elke dag een jointje roken. En dat gewoon... prima kan. Dat prima kan. Ja. En dat je er dan zo uitziet op je 65ste. Hé? Ik teken ervoor, hoor. Okay. Het kapsel heb ik al. Ja. Nu de rest nog. Ja, je haar gaat er niet van groeien. Dat is wel duidelijk. Okay. Ja. Hoi, Karel, ontzettend bedankt dat je ons vandaag hier wilde hebben. Ik vond het een heel leerzaam gesprek. Ik vond het heel gezellig vandaag. Ja, dank je wel.
Ik hoop dat jij het ook een beetje vond. Ja. Om onze vroeg te ontvangen hier in Scheveningen. Ja. Ik wil natuurlijk ook de partners bedanken die het mogelijk maken om deze content voor jullie te maken. Een daarvan zit hier naast me. Dat is Super Sativa Seed Club. Voor al je wietzaadjes, ga vooral even checken op de website. Link in de beschrijving. En begin gewoon lekker zelf, man. Fuck it. Zalig natuurlijk voor de vloedjes. Die zorgen dat ik altijd wat te roken heb. En Mascotte, voor als je gaat roken, dat je het in ieder geval niet zo heel ongezond doet. En blijf dat ook vooral holistisch doen. En ik wil nog even graag melden dat zelfbeschikking is heel belangrijk. En dat laat Suvernuver ook zien. Stichting Suvernuver. Die heeft een heel interessant drieluik gemaakt over de CBD-oliemarkt. En wat voor charlatans en cowboys daarin zitten. Ga dat checken. Ik zet een linkje in de beschrijving van hun kanaal. Hun YouTube-kanaal Stichting Suvernuver. Rinus, bedankt dat je het even laat zien. Wat voor cowboys er allemaal in de wereld zijn. En dat je dingen gewoon lekker zelf moet gaan doen. Zelf nadenken. Zelf keuzes maken. Dit was Onkel Koes voor de High Cloud. Het was een gezellige ochtend. Bedankt voor het kijken en luisteren. Tof. Oh, en like en abonneer en comment. Ja, ging het goed? Vond je het leuk? Nee, tuurlijk. Ja? Ja? Ik vond het echt ook een heel leuk gesprek. We hebben alles wat op het kaartje stond behandeld. Helemaal goed. Kwaliteit boven kwantiteit, jongens. Ja, nee, maar die moet niet gaan zitten.